Een nieuw jaar is aangebroken. Hoe is het in 2020 nog met Roel Jansen? Beetje grieperig, dus wat dat betreft kan het beter. Maar nou ja, voor de rest prima. Ik ben fit voor de rest. Ja, we zitten lekker op trainingskamp nu. Ja, de sfeer is goed, dus ja, prima. Hoe was jouw opstart? Ja, goed. Goed uit de vakantie gekomen. Dus ja, lekker toch bezig gebleven in de vakantie. Wat getennist, wat gesquashed en zo. Dus ja, ik denk dat ik redelijk fit terug ben gekomen. En ja, dat heb ik wel gemerkt tijdens de trainingen. Ja, en je zegt al, je bent op trainingskamp hier in Hotel Maashof. Hoe is dat voor jou? Ja, ik vind het lekker. Lekker dichtbij. Lekker in de buurt. Lekker trainen op ons eigen veld. Eigen kleedlokaal. Ja, het hotel is prachtig. Ja, alle faciliteiten die je nodig hebt, die zijn hier. Het eten is goed, de kamers zijn goed, het uitzicht is mooi. Dus ja, we zitten hier meer dan prima. Ja. Hoe belangrijk is zo'n voorbereidingsperiode dan voor jou? Ja, zeker belangrijk. Kijk, je leert jongens toch op een andere manier kennen als je echt gewoon 24/7 eigenlijk met ze samen bent. Als je elke dag samen eet en ja, echt de hele dag samen bent. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor de teambuilding, voor de samenhorigheid van de groep. Dus ja, daarom denk ik zeker wel dat het heel belangrijk is dat we nu een week hier zitten. Ja. En een nieuwe trainer voor de groep, Hans de Koning. Merk jij daar wat van? Nee, ik denk dat de nieuwe trainer Hans ja, een beetje dezelfde visie heeft als Jai Driessen de laatste weken. Dus ja, wat dat betreft is er naar mijn mening op dit moment weinig veranderd. Maar ik denk ook dat dit de lijn is die wij door moeten zetten om die handhaving te realiseren. Dus ik denk dat we op de goede weg bezig zijn, ja. Ja, want is dat besef daarvan binnen de groep er? We staan momenteel op een 16e plaats in de Eredivisie. Het hoge belang daarvan, erkent de groep dat? Ja, zonder meer. Daar gaat het eigenlijk dagelijks over, dat we naar boven moeten kijken, niet naar beneden. Dat is ook iets wat de nieuwe trainer heeft gezegd, van je moet niet naar beneden kijken, want dat zorgt voor angst. Je moet naar boven kijken juist. Maar wij zijn ons allemaal heel goed ervan bewust dat we er niet goed voor staan op het moment. En dat we keihard moeten werken om weg te komen bij die plekken. En ja, daar zijn we afgelopen week al mee begonnen. Ik denk dat de trainingen ja, heel goed zijn. Ze zijn scherp, hoog niveau. Iedereen is fit. Dus ja, ik denk dat we goed op weg zijn. Ja, absoluut. We zeiden het net al, een nieuw jaar. Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen voor dit jaar? Ja, allereerst natuurlijk in de Eredivisie blijven met VVV. Dat is natuurlijk het allereerste doel. Mijn contract loopt af deze zomer. Dus ja, ik moet me toch in de kijker spelen of bij VVV of ergens anders. Dus dat is mijn tweede doel. Ja, en voor de rest gewoon, ik word nu komende zomer 30. Dus ook vooral genieten van de momenten die ik hier heb. Heel veel succes dan, Roel. Ja, dankjewel.